Achter slot en grendel. Zo heerlijk rustig. Alphalet! Hey, vader, ga je mee naar de wedstrijd kijken? Donder op, Broes. Het wordt een mooie wedstrijd, hoor. Dat wordt een bloedbad. De A-vleugel tegen de B-vleugel. Een bloedbad, zeg. De finale, man. Om de cup. Welke cup? De cup. Er is toch een zilveren wisselbeker voor de winnaar? Luister, Broes. Er was een zilveren wisselbeker, maar die is gejat. Vrijdagavond. Uit de kamer van de directeur zat zwager tafel. Ze lag te slapen. En terwijl ze lag te slapen, hebben de vandalen toegeslagen. Wat? Wie doet dat nou? Onder dit dak zitten ongeveer 600 man die daartoe in staat achter. Nou, die cup die zien we nooit meer terug. Die hebben ze toch al lang omgesmolten? Ja, die hebben ze lang in een blokje gegooid. Ja, en die is weg. Dus vanmiddag voetballen ze volgens mij om een ontbijtkoek. Hé, maar je gaat toch wel mee om ons aan te moedigen, man? Het is toch ook jouw vleugel? Ja, het is mijn vleugel niet. Ik ben hier opgeborgen in deze vleugel in naam van Hare Majesteit. Het is ook jouw vleugel niet. Alsof we hier één grote familie zijn. Ach, niet waar. De A-vleugel tegen de B-vleugel. Dat is de top. Dat is de finale met Ajax, Feyenoord. Dat gaat met was om hersen. Kan wel doof blijven. Doe ik het zachter. Er vallen hier, vanmiddag in dit veld, meer gewonden dan ooit in 5 jaar in de Eredivisie. Weet je dat? Krijg je bezoek? Nee. Komt er iemand kaarten? Nee. Ga je televisie kijken? Nee, dat is 3 keer mis, dus u mag weg. Maar wegwezen. Wat ga je dan doen, man? Ik ga windsurfen. Ik kan helemaal niet windsurfen hier. Er is hier geen water. Trouwens, laat je niet naar buiten om wind te surfen. Luister, vader, even serieus. Je hebt nog 3 jaar voor de boeg. Als je echt niks doet, kom je de tijd niet door. Maak jij je alsjeblieft nou niet met verre zeg. Het enige wat mij mankeert hier is Vanessa. Vergeet niet, ik zat hier al duimen te draaien toen jij op de plantage nog bananen stond te buigen. Bananen hoef je helemaal niet te buigen. Die zijn uit zichzelf krom. En met je plantage. Ik ben geboren in een flat in Purmerend. Oké, een flat in Purmerend. Maar laat mij met rust. Ik voel niks voor die onbenullige opwinding. Daar voel ik niks voor. Wat ga je dan? Kijk man, het is toch een heerlijke dag. Het is lekker buiten, hier achter in het weiland. Ik ken dat weiland wel, ja. Tussen de schapen, ja. En de penantiestip, dat is een koeienvla. Een heerlijke dag, man. De zon schijnt, de vogeltjes fluiten. Ja, en aan het fluiten schijnt ze op mijn hoofd. Laat maar, gaan jullie voetballen? Ik vind dat prima. Een paar blijven hier in de link, die gaan zitten gokken. Ook prima. Gaan jullie maar voetballen? Laat mij met rust. Voetbal en schiet op alles wat beweegt. Dag. Lekker luie mezelf, wie me stoort krijgt een lul. Ah, Haber. Als we alles wat hebben, krijgen we dat ook. Professor Einstein, goedemorgen. Ja, ik wou wat vragen. Ja, maar maak het kort. Hoe kort? Dit is al te lang. Kijk, dat komt... Jouw denkvermogen heeft de snelheid van een tuinslak, begrijp je? Huh? Ja, ik wou een potje pingpongen met Duffe Dirk. Ja, nou, ga je gang. Ik hou je niet tegen. Nee, maar we hebben geen balletjes in, nou, zei ome Willem, dat jij er hebt. Hoe weet ome Willem dat ik balletjes heb? Had ik gehoord. Oh, daar hoor ik van op. Is het waar? Ik heb balletjes. Kennen we die lenen? Nee, huren kan je die. Ja, alleen moeten we even eens worden over de prijs, maar dat is een kwestie van onderhandelen. Ja. Onderhandelen? Ja, dat wordt moeilijk. Ja. Hoeveel? 1 sigaret. Ja, en per uur. Met een minimum van 3 uur. Goh, je bent wel hard, hè, vader?
Het is chemia gekeurd, het balletje. Staat een keur op. En wees blij dat je uit de handen van Dickens blijft, van Jack de Norman. Als jij in handen van Jack de Norman zit, dan moet jij je horloge geven als onderpand. Trap jij dan per ongeluk op het balletje, dan trapt hij met moed wel op jouw kloppie. Nou, goed. Wat is dat? Dat is een hele goede check, hoor. Dat stuurde mijn schoonzuster uit Almere Haven. Ik ga er zeker 10 van dragen. Ja, nou ja, vooruit dan maar weer. Oké. Balletje? Ja, ja. Oh, wat een gekke kleur is dat. Je zei dat er Kempia-keur op stond. Ja, maar het is Kempia gekleurd. Is dat met een kind zien het balletje zwart? Balletje zwart. Ja. Heb ik van Broes. Oh, wat gek, ik dacht dat ze altijd wit waren. Ja, dat zeg ik. Die heb ik van die het Surinamer. Heeft hij meegenomen uit Suriname? In Suriname spelen ze altijd met zwarte balletjes. Altijd. Oh ja, 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 het zal wel. Donder hem op alsjeblieft, ik moet nu inventaris opmaken. Hey, Faber, wat bedoelde je nou met die denkvermogen van mijn tuinslak? Ja, nou kijk. Existentieel besta jij, net zoals wij. Ja. En daardoor het geheel. In het kader van, omdat je niet gepredestineerd bent, begreep je? Ja, ja, ja. Dat zie ik het. Ah, ja. Ja. Denk aan jaar, jaardrabine. Volgende. Faber? Nee, ik bedoel dat niet letterlijk, Leender. We hebben met een paar man een toneelclubje opgericht. Mijn lijden heeft niets menselijks meer. En ik vroeg me af, heb jij geen theatrale ambities? Nee. Nou, je hoeft niet per se te acteren. Je kunt ook het licht doen. Of souffleren of... De windmachine. Wat een windmachine? Je hebt toch een windmachine nodig? Je laat Snoep meedoen. Betere windmachine vind je op de hele wereld niet. Als je piloot vraagt, laat je er nog boeren bij. Nou kijk, het zit zo. We gaan een eigen tijdstuk doen. Een thriller. Ja. Wachten tot het donker is. Ken je die? Ja. Van die blinde vrouw die s'nachts een moordenaar in huis krijgt. En dan doet ze alle lampen uit. Er is ook een film van met Audrey Hepburn. Ik denk niet dat ik zo snel zoveel kan afvallen. Nee, hoort u hebben, zijn we genoeg. Nee, we zoeken souffleurs en mensen van het licht. Mensen van het licht? En ze doet al het licht uit. Kijk, ik ben niet voor theater, daar ben ik niet zo. Begrijp je? Ik heb een aversie. Had je nou een popgroep begonnen? Ja, had ik meegedaan. Ik ben jarenlang liedzanger geweest. Een Café Harry. Amsterdam-Noord. Hm? Elke vrijdagavond. Groot popfestival. Sabziri! Ja, plezier voor Funky Fabi! Ja, kijk, ik heet nu Herman gewoon. Ik heet ook gewoon. Maar toen heette ik Frankie, weet je. Dat was beter voor de showbiz. Ja, ja, we zongen ook altijd. Ja, ik zeg we, want ik werd altijd begeleid door Fredje Zwemvest. Met de flippers. De flippers ken je toch wel? Nee, ik geloof het niet. Natuurlijk wel, die is er nog turtelschijf geweest. Vreemd dat het aan mij voorbij is gegaan. Ja, wij moet je kennen. Hm. Wij zongen altijd covers. Retour afzender, die kent er wel. Retour afzender. Fout huisde, dat was een topnummer van. We stonden op een rij dus, ja. Met de flippers. Hm. Alle flippers op een rij en dan stond ik ertussen. Ja. Retour afzender, fout huisnummer. Ik geloof niet dat we behoefte hebben aan muziek. Sorry. Doe mij dan een donder dan alsjeblieft op, Grace Kelly. Donder op! Nou, ik dacht dat het misschien een goed middel was tegen de verveling. Ik weet een veel beter middel tegen de verveling. Dat je opdondert nu, Leender. Wat zijn we weer aardig. Ja, vlug daar been snel ik heen. De groet aan prins Reinier. Krijg je die storingen? Krampen. Nou, beetje rustig alsjeblieft. Nou, niet aan denken. Schoentjes uit. Waarom is de wereld tegen mij? Lekker lui in mezelf met deze blonde lellebel. Maar dan niet rustig. Wat moet jij nou weer? Heb ik iets van je aan? Hey, hallo Tago. Hallo, Faber.
Jasper. Kun je me even uitleggen wat dit opslaat? Huh? Die ken je toch wel? Paulus de boskabouter van de televisie. Paulus, hoe lang heb jij geen televisie gekeken? Dat is een tijdje geleden. Ik zat iedere avond te knutselen aan mijn Paulusie. Ja, nou, het allerbeste, heel leuk, erg leuk. Tot ziens, hè. Ja, nou is die af en nou mag jij hem als eerste zien. 15 jaar heb je me gekost. Oh, dat heb je gauw geflikt, hè. Maar je ziet het er wel af. Ik bedoel, het resultaat is er naar. Ja, nou, dat is gek, hè. Nou is die af. En nou heb ik in één en niks meer om handen. Ja, dat is vreed, hè. Ja. Maar je zou kunnen gaan studeren natuurlijk, hè. Of jezelf ontwikkelen als mens. Ja, dat heb ik alles gedaan. Een boek uit de bibliotheek over geheugentraining. Maar daar heb ik nooit helemaal doorheen kunnen komen. Hoezo? Nou, ik was vergeten waar ik het had neergelegen. Moet jij misschien een sigaretje? Ga je lekker wandelen? Ga met je... Dankjewel, Faber. Oh. Geweldig, gezellig. Ik heb hem eigenlijk gemaakt voor een nichtje van me. Oh. Van 3. Oh. Mm-hmm. Heeft het kind het overleefd? Ja, maar ze is nou inmiddels veel groter geworden. Ze is gegroeid. Ja. Ik had nooit gedacht dat het me zoveel tijd zou gaan kosten. Ze is nou inmiddels als stewardess. Ja, de tijd vliegt net als je lol hebt. Ja. Zou ik jouw tijdschrift mag lenen? Dat zou ik niet doen als ik jou was. Ja, als jij het uit hebt, dat. Ja, dat begrijp ik wel, maar jij moet in je bloeddruk denken. Je moet, hè? Huh? Kalm, ik bedoel, neem de Margriet, neem de Libelle of het beste. Hè? Hè? Maar, heb jij misschien trek in een lange vinger? Heb jij die dan? Maar ik weet er wel aan te komen. Kom. Oké, heb je hem? Kom maar, Paulus, ga maar lekker naar Eucalypta. Meneer Achterberg. Wat moet je? Neemt u niet kwalijk dat ik u stoor. Ik zie dat u druk heeft. Maar de oude tafel heeft zijn Paulus, de boskabouter. En dan zou u het zo leuk vinden als u het dwergje, waar de brave bos 15 jaar aan gewerkt heeft, als u het dwergje even zou willen kijken of ze meriet is en de zuiverheid van zien. Dat moet dan maar even. Dat waar is die? Ja, meneer Achterberg. Ja, dat is dus Paulus. Ja, 15 jaar aan gewerkt, meneer Achterberg. Ja, nou, het mag gezien worden, hoor. Mag gezien worden. Dat is degelijk een ouderwets vakmanschap. Ja. Dank u wel dat u dat zegt. Ja, nee, ja. Dat zie je niet meer zo vaak. Ga zo door, hoor, Taco. Ja, maar hij is nou af, hè. Ja. En dank u heel vriendelijk, meneer Achterberg. Een bijzonder humaan. En u, dat steelt die bijzondere prijs. Ja, graag gedaan, graag gedaan. En tot ziens, hè? Ja, tot ziens. Ja. Gaat het? Ja. Yes, alsjeblieft, voor jou. Oh, zeg. Jij bent een echte heer, Faber. Een echte vriend. Zeg, sorry dat ik je stoorde. Maak niks uit, maak niks uit. Mijn chocomelk. Nou, eindelijk rust. Nog naar mijn vingers weg. Hupsakee. Vader, hoe kom jij aan die lange vingers? Lange vingers? Hoezo lange vingers? Ik heb juist hele korte vingertjes. Jongen, met die korte vingertjes... Het is een mooie dag, hè? Waarom ga je niet naar buiten, in plaats van hier binnen te blijven zitten? Ja, ik zit hier graag binnen, meneer de Bruggekaarten. Dan zit ik zo voor mezelf te mijmeren. Te mijmeren? Ja, voor mezelf, mijmeren. Waarom ga je dan niet naar de recreatie, hè? Toch zonder met zo'n mooie dag binnen te blijven en je ogen te bederven met die vrouwonvriendelijke viezigheid? Nou, laat u mij nou alsjeblieft mijn gang gaan. Nee, Faber, je moet eens even naar mij luisteren. Jij moet eens aan je toekomst gaan denken. Er zijn die legio mogelijkheden. Ken jij van de Croft bijvoorbeeld, van de B-vleugel? Ja, die is een tweetraps ruimteraket aan het maken van vla-deksels. Kunstwerk, schitterend. Kan zo in het museum. De neus maakt die rood van de aardbeienvla. De romp wordt geel van vanillevla. En daaromheen een bruine band
omdat mevrouw de directeur een zwak heeft voor hopjesvla. Ik ben zelf trouwens ook gek op, hè? Begrijp je wel? Nou, maar dat noem ik nou een zinnige bezigheid. En dan heb je nog Mathieu met zijn aquarellen. Krijgt hij nooit van de grond af. Doet er niet toe, Mathieu met zijn aquarellen, die hangen notabene in het gemeentemuseum van Delfzijl. En daar heb ik het nog niet gehad over de andere gedetineerden die hier een professionele opleiding hebben genoten. En het pand verlaten hebben met een vakdiploma als loodgieter, als timmerman. En de broertjes Frans en Wim van Egmond zijn hier notabene het pand uitgegaan als gediplomeerd lasser. En wat hebben ze ermee gedaan, hè? Ze hebben zichzelf ingelast met de boerenleenbank in Assen. Wij hebben ze gelegen. Leer een gevangene omgaan met een druk pers. En dat je nou werkelijk, als hij ontslagen wordt uit de gevangenis, dat hij de geluk solliciteren bij het Gelders Dagblad of bij de Brabantse pers. Komt het toch? Hij gaat naar huis, hij gaat in de kelder zitten en gaat zijn eigen staatsloten zitten drukken. Ik wist niet dat jij zo cynisch kon zijn. Je bent een gezonde vent. Een goed stel hersens. En je bent echt niet dom. Hoe kan je zo je tijd verdoen? Jij moet zorgen dat je leven niet leeg wordt. Anders ga jij je vervelen. Bedankt voor de preek. U krijgt straks een kwart. Ah, ik ben hier niet gekomen om te preken. Nou, maar bent u er wel voor gekomen? Wat heb je nog niet gezegd? Heb ik het niet gezegd? Nee. Ja, ik kwam zomaar even langs. Ik had toevallig niks te doen. Jullie leven is nog leger dan dat van ons? Nee. Ja. Nee, dat is niet waar. Ik heb een volkstuin. Ja. En de andijvie in de veldsla, die staat er prachtig bij. Een volkstuin? Ja. Heb je een komkommer? Hoezo? Kan ik jou een plezier doen met een grote, flinke, verse komkommer? Ja. Met een lekker gesnipperd uitje, Franse dressing, ja, dat vind ik lekker. Dat lijkt me een beetje moeilijk, maar ik zal kijken of ik wat kan versieren. Ja. Huh? En weet je nou, meneer de Bruggekaarten, als jullie nou toch goed voor ons willen zijn, en dat willen jullie, zet er eens een keertje de voordeur open. Geef ons een keer een goede maaltijd. Of periodieke gezinshereniging. Wat? Periodieke hereniging, het tegenovergestelde van periodieke onthouding. Iedereen. Er zijn gevangenen. Ja, natuurlijk, alleen als ze getrouwd zijn, fatsoenlijk. Maar er zijn gevangenen als dit gebeurt. Ja, daar hebben ze een speciaal kamertje. En dan mag de gevangene dan samen met zijn vrouw een weekendje verblijven. Om het geheugen een beetje op te frissen. Ja, ons land niet gebruikelijk. Nee, dat weet ik wel. Maar het bestaat wel. Ja. In landen waar ze het strafrecht met meer clementie toepassen, dat gebeurt dan. Daar mag de vrouw en de man samen zijn, in Zweden en in Denemarken bijvoorbeeld. Ja, dat weet ik, maar dan mogen de vrouwen van de gedetineerden één dagje langskomen, zodat ze wat vaker kunnen. Mijn in de toekvarna, in de harnak, luuk is even. Dat is waar. Ja. Eens per maand? Ja. Dat is meer dan ik thuis krijg. Ja? Daar kan ik u ook mee helpen. Ja? Ja, daar weet ik iets over. Ja, wat? Ja, je hebt me wel eens meer een goede tip gegeven. Ja, u gaat naar huis. Ja. U koopt onderweg een mooie bosroos. Oh, die heb ik in mijn volk staan. Gered. Ja. Gered. Luister. Dan koopt u een fles goede champagne. Ja. Huh? Chateaubriand. Chateaubriand. De Cotelet. Dan heb je die champagne zet je lekker koud in een koelertje. Ja. Op de nachtkast. Naast haar bed. Met de roos. Ja, ja. Dan gaat u naar binnen. U zorgt dat uw vrouw alles wat ze draagt een roze babydoll aan heeft. Met een roesje erlangs. Het is volledig. Dan draagt u haar de slaapkamer binnen. Nou, dat wordt wel een beetje sjouw, hè? Als ik niet, laat maar even uitspreken. U vlijt haar in bed. U slaat de dekens. Hè? Voel je me dat doen? Ja, ik voel het. Dan pakt u de telefoon. Ik pak de... En dan belt u mij en dan zegt u dat ik moet komen. Ah, jongen, dat je... De Bruggekaarten, laat me met rust. Ik wil mijn rust, eindelijk mijn rust. Anders word ik krankzinnig. Schaam je. Dan kunt u een paar cellen van binnen bekijken. Ja, maar ik heb nog een vraagje over de ramen. Gaat u gang. Waarom zitten die tralies aan de binnenkant en niet aan de buitenkant? Voor de veiligheid, mevrouw. Van de ramen.
anders gooi je ze er iedereen doorheen. Is zelfmoord voor u een probleem? Huh? Zelfmoord, van de gevangenen bedoel ik. Oh nee, dat komt hier absoluut niet voor. Maar dat is dan ook ten strengste verboden. Nee. Maar zijn de gevangenen hier zo gewelddadig dat ze elkaar door de ramen gooien? Nee, niet elkaar. Ons. Dus geweld is voor u een probleem. Ach, dat valt eigenlijk wel mee. Kijk, wij proberen op allerlei manieren de gevangenen bezig te houden. Ze moeten natuurlijk een uitlaatklep hebben voor de agressie die opsluiting nou eenmaal oproept bij dit soort mensapen. En daar maken ze gebruik van? Dat heeft u zelf kunnen zien, mevrouw. Kijk, de gevangenen grijpen iedere gelegenheid aan om zichzelf bezig te houden, te sporten, te ontwikkelen. Sommige uitzonderingen daar gelaten natuurlijk. Kunnen wij misschien zelf van binnen bezichtigen? Nou, natuurlijk. Ja. Is deze gevangene ziek? Faber, ben je ziek? Ik ben kotsmisselijk. Hij is kotsmisselijk, meneer. Van al die mensen die hier maar binnenkomen. Ik geloof dat deze meneer liever met rust gelaten wil. Mevrouw, u kan rustig blijven. Oh, nee, blijft u liggen. Dit is dan een tweepersoonscel. Met of zonder douche? In dit geval zonder, mevrouw. Juist. Zoals ik al zei, een tweepersoonscel. Hetgeen is op te maken uit het aantal bedden. 1, 2... Juist. De cel mag ingericht worden naar de persoonlijke smaak van de gevangenen. Altijd. Ziet hier bijvoorbeeld een radio, de lucifers. Bovendien is elke cel ingericht met een prikbord voor de foto's van de familieleden. En dat is mijn moeder, een beetje pipsies, bij mij in verwachting. En dat is haar zuster op zoek naar een contactlijn. We kunnen nu beter naar de recreatiezaal gaan. U klinkt als een Amsterdammer. Dat hoort u aan mijn accent. Dan bent u wel ver van huis. Waarom zit u hier? Omdat ik 5 jaar heb gekregen. Waarom zit u hier? Faber! Oh, dat is geen probleem. Kijk, meneer Faber. Wij zijn van het ministerie van Justitie en we doen onderzoek naar de eventuele problemen in ons penitentiair systeem. Doe maar. En hoe kunnen wij dat beter doen dan zelf te gaan kijken en te praten met gevallen zoals u? En dan maken we daar later een rapport van en dan doen wij aanbevelingen ter verbetering van de verzorging en opvang. Ja, schrijf u maar even op, ja. Potpindakaas, wasvreters, geurvreters en waspoeder, wasverzachter en daarbij pingpongballen. Een dozijn, witte. Ik geloof dat het boodschappenlijstje van 1 gevangene niet zo relevant is. Nou, ik kan wel met u meegaan, hoor. Ja, alleen we kunnen nergens naartoe. Ik zeg altijd, ik ben een voorstander mevrouw van alternatieve straffen. Wat ze is weten doen, zet ons maar in de bouw. Op een boerderij, in een fabriek, desnoods in de gezinsbezorging. Inderdaad, dat is een alternatief. Gezinsbezorging. Meneer Faber. Faber, ja. Als u nou zou mogen kiezen, waar zou u dan het liefste werken? Gezinsverzorging. Ja. Gezinsverzorging? Ja. Voor een man? Nou, voor de sociale contacten natuurlijk. Ja, en voor de Friese staartklokken te verzamelen. Nee, ik heb hier bijvoorbeeld, ik weet niet, valt u op rood? Ik heb hier, moet u nou eens even kijken. Juist, ja. Gaat u mee. Gaat u gaan. Faber, een hopeloos geval, mevrouw. Een onverbeterlijke redisciplinaire vis. Ik ben een beetje stug, ja. Maar wel recht voor zijn raam. Als de koele... Schot haar gaan. Gaat u mee. Godzijdank, eindelijk rust. Sorry, vader. Sliep je? Nee, ik sliep niet, nee. Hoe kan ik slapen? Het is hier drukker op de brieren Noordbroek met het spitsuur. Iedereen komt maar binnen. Ik wil alleen zijn. Ik wil berust. Er zit een scheurtje in je bal. Bal? Scheurtje? Wat heb je liever? Geen bal? Of een bal met een scheurtje? Ja, met dit balletje kunnen we niet spelen. Als Duffe Dirk het balletje slaat, dan blijft het voor mijn neus op tafel liggen. Nou, dan moet ik het weer oppakken en weer terugslaan en dan blijft het voor Duffe Dirk zijn neus op tafel liggen. Geef het maar terug. Mag ik dan mijn cheque terug? Oh, afspraak is afspraak. Het is niet eerlijk. Het is ook niet eerlijk dat iedere keer hier komt. Ja, allemaal binnen, terwijl ik mijn rust wil. Ik wil mijn kalmte. Ik wil gezellig, lekker lezen.
Sorry, vader. Ga lekker zitten. Neem je gemak. Weet je, Tol, ik heb niks tegen jou. Eigenlijk soms verlang ik naar je gezelschap. Naar je aanwezigheid. Ja. Een leuke anekdotes, hè? Over je vrouw en je schoonzuster in Almere. Almere Haven. Almere Haven, ja. De leuke tijden op Renesse, hè? Ja, was zo mooi op Zeeland, hè? En die prachtige foto's. Oh, ik heb weer nieuwe. Oh, ja, ze zijn niet helemaal zo goed gelukt, hoor, want het regende. Ik leg ze even weg voor de lange avonden. Oh, ik zou je niet langer lastig vallen. Beloofd is beloofd. Hé? Beloofd is beloofd. Beloofd is beloofd. Heer. Lief heertje. Ik weet... Ik ben niet de man om gunst aan u te vragen. Maar een kleine vraag, een kleine gunst zou ik u toch willen vragen. Zou u alsjeblieft die zeikert uit mijn cel vandaan willen houden? Dat is toch niet zoveel gevaar, want ik sta niet voor mezelf in. Als er nu weer een zeikert binnenkomt, de heer, dan weet ik niet wat ik ga doen. Dus het is nu uw verantwoordelijkheid. Allemaal over. Dank u, heer. Ach, van. Links, rechts, links. Links, links, rechts, links. Links en opstellen voor het bureau. Bijdraaien en halt. Dit keer ga je voor de bijl, vader. Weet je, soms heb ik zo mijn twijfels over de rechtvaardigheid van ons gevangenissysteem. Maar dan zie ik jou weer en al mijn twijfels zijn weg. Jij bent niets meer dan een gewoonte crimineel en dat zal je altijd blijven. Zijn ze al binnen, Jannie? Nee, mevrouw. Hier, het is Faber. Het spijt me dat ik u uit de wedstrijd heb moeten halen. Dat geeft niet. Dit is een serieuze zaak, een uiterst serieuze zaak. Die officiers van justitie hebben het incident toch hopelijk niet gezien? Nee, gelukkig niet, mevrouw. Die waren net op dat moment in de houtbewerking. Gelukkig maar. Ik wil hier liever geen ruchtbaarheid aan geven. Voor je kijken. Zijn er getuigen? Ja, mevrouw. De oude Taco en meneer Achterberg. Die hoorden de gil. Wat heeft je bezield, Faber? Voor je kijken. Ik vraag je wat, Faber? Ik heb het heel moeilijk, mevrouw. Ik bedoel, iedereen is tegen me. De rek is eruit. Ik zou een week of twee op de ziekenboeg moeten, mevrouw, in de ziekenzaal. Om uit, of voor een psychologisch onderzoek. Psychologisch onderzoek? Dat weet ik zo net nog niet. Dat is nergens voor nodig, mevrouw de directeur. Het was een ongeprovoceerde uitbarsting van geweld. Nou, wij zijn hier wel echt wel wat gewend in die gevangenis. Maar er is nog nooit iemand geweest die de pastor met zijn hoofd door de tralies heeft geduwd. Ik hoef niet te zeggen dat de pastor er behoorlijk kapot van was. Zijn de ramen nog heel? Ja, mevrouw, hij ging niet verder dan zijn oren. Omdat hij van die grote klappers heeft. Je bent me veel te brutaal, Faber. Ik kan maar één ding doen en dat is je de maximale periode van eenzame opsluiting opleggen. En daarna praten we verder. Ja, mevrouw. Je hebt het aan jezelf te danken, Faber. Die houding van jou is onvergeeflijk. Denk daar maar eens over na, de komende 3 dagen. 3 dagen? Ja, dat is het maximum. Kom, Michels, neem me maar mee. Ja, mevrouw. Mag ik wat vragen, mevrouw? De directeur. Ik zou u er geen 2 weken van kunnen maken. Thank you.